Dames en heren, jongens en meiden, een hele goede morgen en welkom terug in Nederland. En ik wil jullie aan iemand voorstellen. We zijn namelijk vandaag te gast met Mak Auto en Techniek in Groot-Ammers. En de locatie, de omgeving hier is niet alleen supermooi. Ze hebben oprecht geweldige auto's hier voor de deur. En Jaguar F-Type S All-Wheel Drive. Geweldig, aangeklede 718. Maar vandaag gaan we iets heel anders doen. Ja, ze hebben namelijk een Formule 1 safety car C63S AMG staan. En daar gaan wij vandaag mee op pad. Let's go! Wat een heerlijke binnenkomer. Ik ga hier rechtsaf, want ik zie hier een hele mooie weg. Maar dames en heren, nogmaals een goede morgen. Een C63S coupé, safety car stijl uitgevoerd. Een parelmoer kleur wit. Een V8 biturbo. Wat klappert en doet. 510 pk, 700 Nm aan koppel. En wat ook heel erg leuk is, een rechtstuk asfalt. Halleluja! Met of zonder zwaailichten op het dak. We doen 0 naar 100 in 4 seconden rond. Oh jongens, en we hebben al het vermogen op de achterbanden. Ja, en ik hoef jullie niet meer uit te leggen wat het inhoudt. Oh, maar vooral. En dit heb ik volgens mij in alle video's met een AMG gezegd. Het geluid, de emotie. Evenaren. Die rotonde en die kant dwars, dat doen we niet, want deze auto is gewoon te koop. Wat een weg, ik ben hier een week geleden voor het eerst geweest. Ik had geen idee waar ik terecht kwam. Ik zag alleen een pontje. En toen ik aankwam rijden, zag ik heel veel mooie auto's staan en toen dacht ik, wauw. En toen kwam ik vanochtend aan en toen stond er dus ook gewoon een C63S AMG coupé nogmaals. We hebben de comfort seats, maar bijna full option. Oh, en... Wat is dit een feest? Een weg waar ik nog nooit van had gehoord. Die ik nog nooit had gezien. Tussen twee weilanden. Oh, maar halleluja. Dit. En het leuke van zo'n auto als dit is het volgende. Op het moment dat ik hier bij dynamiek één keer omhoog ga, dan komt sport naar boven. Comfort, individual, sport plus en race. En net hebben we de hele tijd in sport plus en in manual gereden. En op het moment dat ik hier naar boven ga, ik druk de knop van manual uit. Dan zie je het toerentel rustig terugschakelen. Dan loopt hij fijnloos door. En dan is er een hele rustige en dagelijkse auto. Dat kan. En de reden dat ik in Sport Plus reed, is omdat het gewoon een stuk leuker is. Dus ik ga gewoon weer terug naar Sport Plus. Dan zie je meteen dat hij terugschakelt. Ik ga weer door naar manual. Naar de flippers aan het stuur. Alcantara aan de zijkant, leder aan de bovenkant. Oh.
En dan is het in ene een compleet andere auto. De 510 pk en 700 Nm aan koppels zijn direct beschikbaar aan je grote teen. En oh, dan schakel je terug en dat kabaal. BMW M4 en Audi RS5, maar wat in mijn ogen het verschil maakt, en zeker als we het hebben over de C63S Coupé ten opzichte van de sedan, gewoon het totaalplaatje wat je hier hebt, het speelse, het brute karakter, de sound natuurlijk, maar wat ik echt doorslaggevend vind in dit opzicht, is gewoon het totaalplaatje. Recent reden we een Aventador S en dit is een hele rare combinatie die ik nu ga maken. Maar een Aventador S, als je in mijn ogen zou zeggen, waarom is een Aventador S 5,5 ton waard? Dat komt gewoon om de emoties zowel bij de 30 km per uur als bij de 330 km per uur. Het drama wat een auto heeft, en daar herken ik deze auto ook in. Het drama van een AMG is gewoon lastig te evenaren. AMG sportuitlaat. Het knettert, het doet, het is bloedsnel, het is speels. Jongens, wat wil je nog meer in zo'n auto? En nogmaals, je kan dit gewoon dagelijks gebruiken. De Aventador S natuurlijk niet, nogmaals. Maar een C63S Coupé. We hebben hier gewoon de comfort seats. Het is gewoon super comfortabel. We hebben zelfs stoelventilatie. Achterin kan je in dit geval twee mensen kwijt. Want er is niet gekozen voor de bank, maar de twee stoelen. De kofferbak. Je kan er maximale boodschappen kwijt. Je kan er denk ik bijna drie hele winkelkarren in kwijt. Dus misschien iets overdreven. Je kan er heel veel in kwijt. Koop je daar een C63S voor het dagelijkse? Dat weet ik niet. Mijn portemonnee persoonlijk niet. Maar dan schakel ik nogmaals een paar keer terug. En het gaat zo hard. Ik vind het ook niet zo gek dat dit de meest verkochte Mercedes AMG is van het moment. Je hebt gewoon het praktische, het luxe design, het luxe interieur.
de analoge tellers nog in deze auto. Een bizar uitlaatgeluid. En een vermogen waar je u tegen zegt. Wat wil je nog meer in zo'n auto? Wat wil je nog meer? Het was een super vette experience en super tof om nogmaals met deze auto op pad te gaan. En als ik jullie één ding mag vragen, twee dingen mag vragen. Vergeet de video natuurlijk niet te liken. Vergeet zeker niet te abonneren. Dat zijn er zelfs drie. En volg Mak Auto en Techniek alsjeblieft van mij op Instagram. Er komt veel meer aan. Dus ze hebben heel veel toffe auto's. En dat wil je zeker niet missen. En dan zie ik jullie heel erg snel. Mazzelen!